Dit is het verhaal van een klein jongetje. Een jongetje dat graag andere mensen helpt. Een jongetje dat, ondanks hij zelf niet altijd gelukkig was, zijn best deed om andere mensen gelukkig te maken. Een jongetje dat zo lief is dat andere mensen gebruik maakten van hem. Zijn vrienden sturen hem enkel en alleen maar wanneer ze iets nodig hebben. Maar dat jongetje is zo naïef dat hij dat niet doorheeft. Of niet wilt inzien. Een jongetje dat bang heeft om zijn vrienden te verliezen als hij hun niet meer helpt wanneer zij het willen. Een jongetje dat zichzelf niet op de eerste plaats zet. Ook al is dat in zijn eigen leven. Wie heeft er ooit deze situatie meegemaakt? Ik. En dat kleine jongetje is gegroeid, is nu 25 jaar en zegt: fuck die mentaliteit. Ik ben een egoïst. Bon, ik weet dat het woordje egoïst een negatieve connotatie heeft, maar luister eventjes. Wat bedoel ik met ik ben een egoïst? Heel simpel. Ik zet mijn geluk op de eerste plaats. Ik zet mijn dromen op de eerste plaats. En wat jij ervan vindt, dat kan me echt helemaal niks schelen. Of je nu familie bent, of gewoon een persoon bent die dit filmpje aan het kijken is, het kan me niks schelen, punt. Ik heb ook het recht om gelukkig te zijn. Opbouwend kritiek is welkom, meer dan welkom, allez. Maar als je me komt spreken om me te breken, te demotiveren, om me ongelukkig te laten voelen in de keuzes die ik wil nemen, bol het dan af uit mijn leven, heel simpel. Maar Zakka, je bent te jong, je bent te klein, te dom, dat gaat niet lukken, je hebt niet genoeg geld, wat gaat die of die persoon van u denken? Waarom jij? Stop, leef een keer een normaal leventje. Op uw leeftijd had ik dit en dit en dit al gedaan. Jullie negatieve, kwetsende commentaar mag je voor jezelf houden, oké? Ik zet mijn geluk op de eerste plaats. En weet je wat ik gemerkt heb? Als je iemand anders echt gelukkig wilt maken, maar echt oprecht gelukkig wilt maken, dan moet jij dat ook zijn. Want als jij gelukkig bent, in vorm bent, fit bent, als jij je ding doet, dan gaat je charisma veranderen. Gewoon door te leven gaan de mensen rondom u gelukkig worden. Jij wordt dan een inspiratiebron voor andere mensen. Gewoon omdat jij je ding doet. En daarom dat ik een egoïst ben. Niet om jullie niet te helpen. Maar door mezelf eerst te helpen, heb ik veel meer mensen kunnen helpen. Meer dan ik ooit had kunnen denken. De mensen die tot het einde van het filmpje zijn geraakt, dank u wel. Als jullie nog vragen hebben, aarzel dan zeker niet om ze hieronder te stellen. En ik zal er een filmpje over maken. Mijn naam is Zakaria en hopelijk zien we elkaar weer in het volgende filmpje. Bedankt voor je aandacht en zoals altijd, just smile, peace and love.